Welkom bij de Zeeuw van Vlaanderen. We hebben het deze week over de Eerste Wereldoorlog. Een oorlog die ook in de Westhoek diepe sporen naliet. En bijna 100 jaar later neemt de belangstelling hiervoor nog altijd toe. Duizenden toeristen bezoeken er jaarlijks de vele graven en oorlogsmusea. Ze bereiden zich in de Westhoek nu al voor op de massale toeloop voor de 100ste verjaardag in 2014 tot 2018. De laatste soldaten zijn nu bijna 100 jaar geleden gesneuveld en begraven. Maar de vele soldatenkerkhoven, de gedenktekens en de oorlogssites zijn nog allemaal littekens die herinneren aan de grote oorlog in de Westhoek. Het oorlogstoerisme groeit jaar na jaar. 370.000 mensen bezoeken jaarlijks de streek. Zo'n 10% daarvan komt uit Nederland. Wat Nederland betreft denk ik vooral dat die oorlog bij de Nederlanders stilletjes aan in de belangstelling komt, omdat zij ook wel beseffen dat de Tweede Wereldoorlog, waar zij toch wel een en ander ondervonden hebben, dat die eigenlijk zijn oorsprong vindt in die Eerste Wereldoorlog. Nederland was neutraal, heeft de oorlog niet aan de lijve ondervonden. Maar toch willen Nederlanders op zoek gaan naar alles wat met die Eerste Wereldoorlog te maken heeft. De Eerste Wereldoorlog maakte meer dan 15 miljoen militairen en burgerslachtoffers. Het oorlogsgeweld dreef miljoenen mensen op de vlucht. Bij de Duitse inval in augustus 1914 zochten 1,5 miljoen Belgen een toevlucht in Frankrijk, Engeland of Nederland. Voor de mensen was dit echt een grote oorlog. Inderdaad, als je het vergelijkt met alle voorgaande, en dat is qua aantal mensen die ingezet worden, qua materiële middelen, qua aantal landen, qua duur, is dat echt een grote oorlog. Natuurlijk, qua duur kunnen we zeggen dat de 100-jarige oorlog nog langer heeft geduurd. Nu nog worden regelmatig in de frontstreek de resten van vermisten opgegraven en de grond zit nog vol met niet ontplofte munitie. De aanslag in juni 1914 in Sarajevo op de Oostenrijkse troonopvolger Frans Ferdinand van Habsburg was de aanleiding voor dit militair conflict. Trouwens, men was van plan een eerste aanslag uit te voeren in Blankenbergen. Dat is niet doorgedaan, want men daar bracht Frans Ferdinand zijn verlof door in 1913. Dat is niet kunnen gebeuren en het is dan gebeurd met dat Belgisch pistool in Sarajevo. Er is al lang sprake van toeristen die het ijzerfront bezochten, zelfs tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toen waren het Duitse bezetters die op bezoek kwamen. In deze nazi-propagandafilm zien we Adolf Hitler die het oorlogskerkhof in Langemark bezoekt. De Wereldoorlog zorgde aan beide kanten van het front voor heel wat menselijke ellende en aangrijpende verhalen over de realiteit van de oorlog. Toeristen zijn tegenwoordig meer op zoek naar het leven zoals het toen was. Terwijl wij al die jaren zo'n beetje de Engelse, de Britse en de Franse versies hebben gehoord. En Nederlanders staan erboven, dus zij kijken met een open blik naar die Eerste Wereldoorlog en komen soms tot andere conclusies of toch andere accenten dan wij traditioneel gewoon zijn. Ze hebben ook thema's behandeld die in de laatste tijd nog niet werden behandeld. Ik denk aan de verzorging van gewonden, van gekwetsten, dood en leven aan het front enzovoort. Ook andere facetten, het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog, waar we nogal traditioneel geneigd zijn om te zeggen het is een Duits die het gedaan heeft, dus hebben ze daar een zeer neutrale en een meer open kijk op. De geschiedschrijving van de Eerste Wereldoorlog is dikwijls het verhaal van de Duitse nederlaag. Maar in Flanders Fields in Ieper is al jaren het voorbeeld van een museum dat bij de bezoekers veel losmaakt zonder er meteen een gruweltent van te maken. De Britse The Sunday Times plaatste het museum in haar lijst van coolste musea naast het Londense Science Museum en Musée du Quai Branly in Parijs. De oorlog kennen na een bezoek aan het museum is zeer moeilijk natuurlijk, maar het zou een goede inleiding kunnen zijn of moeten zijn. En die inleiding betekent dat je op zijn minst toch bent blijven stilstaan bij het grote thema van wat doet oorlog met mensen. Dat is eigenlijk het grote thema. En dan zou je kunnen zeggen, eigenlijk bijna maar op de tweede plaats komt het feit dat de oorlog is in de Westhoek of de oorlog in het Ieperse. Of zelfs dat het de Eerste Wereldoorlog zou zijn. Het gaat eigenlijk over oorlogservaring. In Flanders Fields behoort samen met de Ieperse Menepoort en Town Called Sanitary tot de topattracties voor de herdenkingen van 100 jaar Eerste Wereldoorlog die vanaf 2014 plaatsvinden. Intussen maakt de Westhoek zich op voor de ontvangst van de grote massa of hoe de grote oorlog de middenstand nu in de handen doet wrijven. Het is een late compensatie voor die oorlog een beetje. Dus ja, als we daar goed mee omgaan en als we niet overdrijven dat nog altijd met respect en met eerbied over die oorlog en over de mensen wordt gesproken, heb je daar geen probleem mee.
In België werd de oorlog uitgevochten, maar Nederland bleef neutraal. En dat maakte het land toen voor velen aantrekkelijk. Burgers uit Oost- en West-Vlaanderen vluchtten naar Zeeland en werden er opgevangen in Kloosterzande en in Middelburg. Maar halverwege 1915 waren de problemen aan de grens tussen Nederland en België zo groot dat de Duitsers besloten in te grijpen. Niet alleen burgers en militairen vluchtten de grens over. Ook inlichtingendiensten opereerden aan beide zijden van de grens. Maar de voornaamste groep bestond uit de smokkelaars, die brieven, eten en allerlei andere zaken heen en weer smokkelden. En daarom werd in 1915 een begin gemaakt met de aanleg van de elektrische draad, die van retransjement tot Vaals liep, al snel bekend als de dodendraad. Elektriciteit was iets wat eigenlijk nog niet alleen bij de gegoede families eigenlijk in huis bestond. En daardoor was het eigenlijk een groot probleem voor de mensen. Die wisten helemaal niet wat ze met elektriciteit aan moesten. En zodra ze het aanraakten, waren ze natuurlijk met 2000 volt op zo'n draad, waren ze eigenlijk gelijk dood. Voor veel mensen was het een eerste kennismaking met elektriciteit. En vooral in het begin vielen er daardoor slachtoffers. Het verhaal van de zusjes Joke en Toke Verheijen. De ene zus die gooide een schoen naar de andere kant voor de andere zus. Die wou hem pakken, maar hij werd geraakt door de draad. De zus aan de andere kant zag het, wou haar komen helpen en werd ook getroffen door de draad. En zo waren ze eigenlijk op slag allebei dood. En waar gebeurde dat? Het gebeurde aan de kant van Filipijnen, aan de Nederlandse kant van de grens. Een ander mooi verhaal is, er heel veel verschillende gevallen die zijn geweest met kinderen. Er zijn natuurlijk heel veel ouders die stuurden kinderen. Die dachten van ja, kinderen kunnen er makkelijker doorheen dan een volwassen iemand. En vaak verloren mensen zo hun kinderen door de draad. Ja, want aanraken is dood. Aanraken was op slag dood. 2000 volt erop. Al moet wel gezegd worden dat de draad niet altijd onder stroom stond. Maar er waren natuurlijk wel, die tijden waren heel variabel, dus de mensen wisten niet echt wanneer die wel en niet onder stroom stond. Groot ontzag was er voor de draad, maar toch waren er al gauw tactieken om de 2000 volt te ontwijken. Nou, er waren natuurlijk heel veel verschillende tactieken gehanteerd. Aanvankelijk, toen de mensen nog niet zoveel wisten van elektriciteit, gebruikten ze vooral de groeven ze hier onder de draad een kuil, waar ze onder kropen. Of ze maakten een ton met dubbele bodem, plaatsen ze hier, hier tussen, waardoor ze er doorheen kropen. Maar naarmate de oorlog vorderde en de mensen steeds meer in aanraking kwamen met de Engelsen, werden er ook isolerende matten gebruikt, isolerende laarzen en andere, zoals ook porselein werd gehanteerd. Dus werden de methoden steeds geavanceerder. Maar kan je nou zeggen dat die draad vanuit de Duitsers gezien effectief was? Vanuit de Duitsers gezien effectief in die zin dat er uiteindelijk toch nog enkele duizenden mensen de draad hebben kunnen weten te passeren. Maar de mensen werden natuurlijk wel in hun moreel aangetast. Ze wisten dat er gevaar dreigde, dus ze maakten minder snel de stap om te vluchten. Omdat de bewakers langs de draad liepen, werden er voornamelijk 's nachts pogingen ondernomen om de grens over te gaan. Hoge ladders, speciale bouwwerken, vooral smokkelaars werden steeds vindingrijker. In Zondereigen, bij Baarle-Nassau, is de draad nagebootst. Historicus Bart Begijn demonstreert daar het ontsnappingsraam. Je moet heel voorzichtig zijn. Ik moet het bewust niet aanraken. Het hout isoleert. En zo, als het stevig genoeg was, moesten de mensen... Dood. Het eind van de oorlog was ook het eind van de dodendraad. De in Zeeland opgevangen Vlaamse vluchtelingen keerden terug naar huis. Nou, na de oorlog zijn ze natuurlijk teruggekomen, maar in een hele penibele situatie. Er was een groot tekort aan huizen, want alles was vernield eigenlijk. En toen de Duitsers teruggetrokken waren naar Duitsland, hebben ze eigenlijk alle machines hadden ze allemaal vernield, de huizen hadden ze vernield. De voedselvoorraden, het laatste wat er nog was, hadden ze ook allemaal meegenomen. Dus België had eigenlijk een heel groot probleem na de Eerste Wereldoorlog. Waardoor er eigenlijk heel veel armoede en heel veel daklozen waren. En de vluchtelingen waren het grootste slachtoffer. Het wordt ook niet voor niks de verkrachting van België genoemd, de Eerste Wereldoorlog. Je hebt wel al gemerkt dat het ondertussen herfst is geworden en dat het vroeg donker is. Maar met een paar laarsjes en een sjaal kom je er wel. Hier een paar tips om erop uit te trekken. Op de Mercator in Oostende kan je naar een tentoonstelling over de laatste reis van Pater Damiaan. Dit schip bracht in 1936 het lichaam van de overleden pater terug naar zijn geboorteland. Naar aanleiding van de heiligverklaring van Jozef de Veuster wordt deze legendarische overtocht nog eens in de kijker gezet. Laat je verwonderen door de wereld van muziek, door klanken in al zijn vormen. Het festival Oorsmeer in de Vlaamse Opera in Gent is een muziekfestival op kindermaat. Kinderen van 3 tot 12 jaar kunnen zich laten verrassen door een muzikaal klankspektakel met onder meer een remix orchestra, een accordeonconcert,
klanken uit Tanzania en veel meer. In Sint-Lievenshoutum is het winterjaarmarkt op 11 en 12 november. Deze jaarmarkt is de grootste van Vlaanderen en opent op 11 november met een paardenkeuring en een veemarkt. De dag nadien kan je snuisteren tussen meer dan 500 kraampjes in het centrum. En in de tent op het Marktplein vindt doorlopend een thematentoonstelling plaats over Andalusië, de regio die dit jaar te gast is. Op zaterdag 14 november kan je in Zeeland mee met een gids van natuurmonumenten voor een winterse wandeling door de Zwaakse Weel. In deze tijd van het jaar zijn er veel eenden en enkele soorten steltlopers te zien. Ook kan je hier de blauwe en bruine kiekendief tegenkomen. De tocht, met erwtensoep na afloop, duurt ongeveer 2 uur. De gids vertrekt om 10 uur vanaf het melkschapenbedrijf in Kwaadendamme. Volgend weekend wordt Kortrijk Expo opnieuw een reusachtige hondenkennel. De Euro Dog Show is dé belevenis van het jaar voor iedere hondenliefhebber. Internationale keurmeesters beoordelen honderden rasechte viervoeters. Maar daarnaast zijn er ook behendigheidswedstrijden, demonstraties schapendrijven en blindengeleiden en natuurlijk ook de traditionele doggy dancing. Elke week grasduinen we in het verleden van Vlaanderen en Nederland. En we gaan op zoek naar een bijzondere datum of een bijzonder persoon. Vandaag is dat Sint Maarten. Moeder, ik heb Sint Maarten gezien. Wie past er niet in het plaatje? Een man met mijter en een staf op 11 november? Nee, het is niet Sinterklaas met Alzheimer. Deze heilige is Sint Maarten. Die was zo grijs, vlas en wolle, en zijn baard die was zo grijs, vlas en wolle was sneeuw en ijs. Daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt. Daar wordt aan de deur geklopt, wie zou dat zijn? Wees maar gerust, mijn kind, ik ben de goede Sint. En al ben ik zwart als roet, meen het echt goed. Hij wordt op 11 november gevierd in verschillende streken van Nederland, Noord-Frankrijk en Vlaanderen. De invulling van het feest is zeer verscheiden. Bij ons in West-Vlaanderen wordt hij vooral gevierd in de streek rond Ieper. In de ene parochie organiseert men een lampionentocht, in een andere parochie gaat men van huis tot huis en men zingt voor snoepgoed. De oorsprong van het feest is zeer verscheiden. Het houdt ergens in het midden tussen een heidens bedelfeest en een christelijk lichtjesfeest. En zijn baard die was zo grijs, las en volle was zo grijs. En zijn knecht die was zo zwart, als een oven, als een oven. En zijn knecht die was zo zwart, als een oven waarin hij bouwt. Zo, de zee zit er weer op. Volgende week meer over lintbebouwing. Iets wat in Vlaanderen heel veel voorkomt en in Zeeland bijna niet. Tot dan, tot de nieuwe Zeeuw van Vlaanderen.